Ondernemers met elke dag een nieuw relevant thema uit de wereld van digitalisering in de logistiek. Mijn naam is Johan Kerver, ik ben lid van het managementteam van Evo Venedex en vandaag ga ik met jullie praten over effectieve voorbereiding van je IT-logistieke systemen voor de toekomst. Transport en logistiek zonder IT en digitalisering, ja, dat kunnen we ons eigenlijk niet meer voorstellen. Als je kijkt naar warehouse management systemen, transport management systemen, data analytics, apps, cloud systemen. Ze ontwikkelen zich eigenlijk dag in dag uit en iedere dag zijn er wel nieuwe mogelijkheden. Maar hoe nut je nu eigenlijk die nieuwe mogelijkheden? En wordt het met al die innovatie en die nieuwe mogelijkheden niet veel complexer allemaal? Nou, daar gaan we vandaag over praten met mijn tafelgasten. Ik heb twee mannen uit de praktijk meegenomen. Henry Groothuis van Mandersloot Groep. En Ron Kars van Technische Unie. Maar eerst gaan we beginnen met een gesprek met twee IT'ers en DALTI-leden. Jitske Brink van Phylogic en Bert Hendricks van Ticom. Als je overigens mee wil praten met ons, chatten kan. Aan het eind van ieder gespreksblok heb ik wat tijd om vragen te beantwoorden. De chat kun je zien aan de rechterkant van je scherm. Maar eerst wil ik met jullie even in de sfeer en de stemming komen en gaan we een stapje terug doen in de tijd met de volgende video. Goedemorgen, mijn naam is Wout van Heuvel. Ik ben beleidsadviseur digitalisering en innovatie bij Transport en Logistiek Nederland. We zijn hier in het kader van de Week van de Digitalisering, waarin we een kijkje gaan nemen naar de ontwikkeling van IT-systemen door de jaren heen. En ik ben hier samen met Menno Lamboy. Ja, goedemorgen, Menno Lamboy. Eigenlijk ook al 25 jaar bezig in de wereld van transport en IT. Ik help bedrijven met hun IT-vraagstukken. En in al die jaren eigenlijk een mooie ontwikkeling gezien van de systemen die hier gebruikt worden. Hebben ze eigenlijk een mooie muur geformeerd van allemaal systemen. Dat begint zo'n beetje in de jaren 87, 88 en tot aan nu. Eigenlijk heel veel mooie dingen die die symbool staan voor die tijd. Okay. Ja, dat is super. Zie je nog Commodore 64 staan op die tijd? Voor mij is dit een van de eerste PC's met grote floppies. 5,25 floppies. Wat zien we hier? Nou, dit is denk ik een van de eerste bordcomputers die wij in de jaren 90 tegenkwamen. Gemaakt door DAF. DAF? Ja, numeriek toetsenbord. Eigenlijk meer dan codes ingeven deden we toen niet, maar dat werkte al wel. En tijd voor verantwoording, laden lossen, rusten. Eigenlijk de belangrijkste activiteiten die nog steeds verantwoord worden met een bordcomputer. Oké. Okay. Dan gaan we door de jaren heen en dan stapje voor stapje. Ja, we komen hier nog een bordcomputer tegen. Volgende generatie. Nou, laten we zeggen begin 2000, de ICS bordcomputer. Gok 2003, 2004, de generatie 9, met een datacassette, uiteraard nog niks door de lucht. Maar geen communicatie, geen navigatie, geen toetsenbord. De drukking van de opkomst van de mobiele telefoons. Ja, eigenlijk de grootste, belangrijkste, de Nokia, die staat er niet bij, denk ik. Ja, dat lijkt me deze wel. Dus de boordcomputer van vandaag de dag die lijkt meer hierop dan dat hij daarop lijkt. Ja, Menno, we zouden ze aan ChatGPT gaan vragen. Hè? Hoe ziet nou de wereld eruit in 2035 voor een planner en een chauffeur? Dus ik ben benieuwd. In 2035. Enter. Oh, er gebeurt niks. Maar goed, dat is ook niet onlogisch, want dit is geen ChatGPT wat we hier zien. Dit is WordPerfect 5.1. Nou, voor de echte mensen onder ons, de voorloper van Word. Een tekstverwerkingssysteem, wat dus niet geschikt is om te voorspellen, want dat heeft ook geen verbinding met internet en zeker dit mooie apparaat niet. Als een van de eerste laptops, zo zwaar als een koelkast. Maar goed, wat we wel met dit apparaat kunnen is hem een stukje gaan analyseren. En dat kunnen we wel even doen. En dan gaan we even terug naar het systeem. Dan gaan we eens even terug naar tot vroeger was MS-DOS. En dan zeggen we, zitten we in C en zeggen we, nou, start maar op lotus.exe. Goed is, niet herinneren.
Nou, dan gaan we Lotus opstarten. Nou, wat is dan Lotus? Dat is eigenlijk de voorloper van Excel. En Menno, kun jij vast kijken of je wat data hebt uit die mooie boordcomputers die we hadden, die we kunnen gaan verwerken. En dan gaan we dat in Lotus zetten en dan kunnen we daar mooie berekeningen mee maken. En als we het hebben vastgelegd ook gaan analyseren. Ja, nou ja, goed. Ik heb jarenlang met dit soort apparaten gewerkt. Datacassetten voor de chauffeur. Dus niks door de lucht. En nou ja, aan het einde van zijn dienst kwam hij op kantoor en dan stond daar zo'n ding. Uitlezen. En ergens hing daar een computer aan vast met een MS-DOS-programma. En ook net als de chauffeur met codes aan moest geven wat hij aan het doen was. Zat daar eigenlijk ook een code aan vast. Alles ging met cijfertjes 11, 10, 10 was uitlezen. Die codes zaten gewoon op het apparaat. Nee, maar dit zat hier inderdaad voor de chauffeur, maar je had ook netjes blauwe toetsen voor het verantwoorden van zijn activiteiten, zoals laden en lossen, wachten. Maar hier aan vast op kantoor zat natuurlijk MS-DOS als applicatie. En daar zat iemand achter die deed 11, 10, 10 en dan werd deze cassette uitgelezen. En kwam de data in het mooie systeem terecht. Nou, dat waren de eerste stappen in de digitalisering in transport en logistiek. Dus dat was de evolutie van de boordcomputer en de eerste. Zeker, ja. Personal computers of je zou wel moeten lopen met zo'n ding. Nou ja, dat was in die tijd inderdaad aardig geavanceerd. Maar dit kwamen we ook tegen. En daarvoor nog. Nou, ja. We hebben een tijd gezien dat natuurlijk dat de leveranciers, die zeiden van nou, wij bieden alles. One-stop shopping. One-stop shopping. Nou, ik hoor het steeds minder, je ziet steeds meer specialisatie, dus je ziet ook opkomst van kleine apps op bepaalde functionaliteiten, of grote platforms. Maar uiteindelijk digitalisering moet het leven beter maken. Maar wordt het nou ook echt makkelijker voor een gemiddelde ondernemer in transport? Nou ja, we hebben het natuurlijk altijd over standaard koppelingen. Alleen die blijken in de praktijk toch vaak niet zo standaard te zijn als dat het lijkt. Dus ja, naarmate je er meer hebt, heb je er ook meer onderhoud, beheer van. Kleinere applicaties moeten ook aangesloten worden, platforms die komen moeten ook op aangesloten worden. Dus aan de ene kant hebben we steeds meer slimme dingen in huis om het leven makkelijker te maken. Aan de andere kant halen we ons ook steeds meer integraties op de hals. Maar ook oude techniek en nieuwe techniek gecombineerd. Ja. Verschillende modellen, de ene betaal je per transactie, de andere koop je een module of een systeem en de andere heb je weer een maandabonnement. Het wordt niet altijd eenvoudiger op. We zijn ook wel erg benieuwd hoe dat de andere sprekers in het webinar hier tegenaan kijken tegen deze ontwikkelingen. En misschien dat zij een kijkje kunnen geven van waar we staan over 5, over 10 jaar op het gebied van digitalisering en data in onze sector. We zijn benieuwd. Het woord is aan jullie. Ja. Nou, dat was een mooi filmpje. Volgens mij zijn we nu allemaal door de stap terug in de tijd redelijk op de vlieghoogte. Zoals beloofd zouden we beginnen met twee IT'ers, Jitske Brink en, dan ben ik de naam weer kwijt, Bert Hendricks. Dat hadden we van tevoren al afgesproken dat we daar over zouden struikelen. Bert Hendricks, IT'ers, maar ook leden van de ALTI, de branchevereniging van IT-leveranciers in het transport en logistiek. Jitske, welkom. Kun je kort toelichten wat je rol is binnen PhyLogic en Dalti? Ik ben mede-eigenaar en oprichter van PhyLogic Open TMS. Dat is een TMS volledig in de cloud. Daar hou ik me voornamelijk ook bezig met het digitaliseren van bedrijven. We zijn begonnen met de focus op bedrijven die echt uit Excel kwamen. Dus echt de eerste stappen richting automatisering. Inmiddels zijn we al wat langer bezig, dus zijn we ook al wat bezig met bedrijven die een overstap maken en kijken naar de toekomst. En vanuit Dalti mag ik sinds januari de voorzitter zijn. En Dalti is een vereniging voor de ICT-leveranciers in de logistieke sector. En wij, onze aandachtsgebieden gaan voornamelijk naar kennis delen, standaardisatie en belangenbehartiging. En onze leden omvatten eigenlijk wat Menno en Wouter al zeiden in het filmpje. Die grote groep aan de ICT-leveranciers die al die
specifieke specialisaties hebben, die brengen wij samen in één vereniging, waarbinnen wij dus ook met elkaar in gesprek gaan. Dankjewel, welkom. En Bert, kun jij kort toelichten wat jouw rol is binnen T-Com en Dalti? Zeker, daarnaast medebestuurslid Dalti en dan met name gefocust op communicatie, ben ik CEO van de T-Com Telematics Group. Dus wat wij doen, wij leveren trailer telematica. Dus we zeggen wel eens IoT vertalen wij naar internet of trailers. Dus wij maken van de ladingdragers maken we eigenlijk een... zoals ze tegenwoordig zo mooi zeggen, een digital twin. Dus alle data, relevante data, halen we eruit. En dat doen we met name ook met draadloze sensoren. Dus dat je voor temperatuurbewaking, brandstofniveau, koppeling met koelmachine. Dus dat je altijd weet dat je onder de goede condities levert. En dat doen we zowel voor geconditioneerd transport als droog transport, zoals wij dat noemen. Dus zonder koelmachine. Kun je kort toelichten voor de kijkers wat digital twin is? Ja, digital twin is eigenlijk dat je gewoon je trailer dus helemaal digitaal maakt. Dus als je alle data kunt krijgen vanuit je trailer. Eigenlijk hetzelfde. Dat je kunt hem zien rijden als het ware. Je weet waar die is. Je kunt er naar kijken. Je kunt er dus van afstand kijken ernaar. Je ziet alle data, alle relevante data zie je. Je ziet wat de koelmachine aan het doen is. Je kunt de sloot op afstand bedienen. Je kunt eigenlijk volledig... Ja, je ziet een soort tweeling. Je ziet een plaatje van de trailer waar je alle data hebt, terwijl die aan de andere kant van de wereld bij spreken. Moet het bijna letterlijk nemen, de term digital. Je moet het bijna letterlijk nemen, ja. Okay. Jitske, dat filmpje net, herkenbaar. Heb je daar nog aan meegewerkt? Ik moet je eerlijk zeggen, voor mij eigenlijk niet. Mm-hmm. Ik ben sinds 2015 actief in deze sector. Maar ik moet eerlijk zeggen dat mijn allereerste echte baan was op de redactie van een website. Dus ik ben wel begonnen in het digitale tijdperk, wat dat betreft. Ja, ja. Dus ik was al op zoek naar de navigatieknop. Ja. Ik dacht, hoe werkt dit dan? Ja. Dus voor mij is het echt heel lang geleden dat ik met de Atari spelcomputer op een tv zonder afstandsbediening bezig was. Ja. Lang vervlogen tijden. Niet eens zo lang geleden volgens mij. Bert, heb jij er nog? Ik kom uit een iets andere sector. Nu 5 jaar actief in transport en logistiek. Maar wel heel veel dingen heel herkenbaar. Bijvoorbeeld de eerste DOS. Vroeger bij een organisatie die ook heel erg digitaal werkte. En dan met name voor document management. Dus hele overheden zo digitaal mogelijk proberen te maken. En daar komt er heel veel herkenbaars naar voren. Ja. Bijvoorbeeld de eerste scanner. Ik weet nog dat we daar presentaties mee gaven, dat er een document inging en daarna digitaal werkte. En dat de klanten echt O en A's hadden. Dus wat dat betreft, die groei van die technologie, is dat zeker herkenbaar. Ja. Ik blijf even bij jou, Bert. Effectief voorbereiden van je logistiek IT-systemen voor de toekomst. Met wat voor ontwikkelingen zijn jullie eigenlijk bezig op dit moment? Nou, bij ons gaat het eigenlijk... Je kunt twee dingen onderscheiden. We zijn natuurlijk met functionaliteiten bezig. Dan moet je denken dat we ook nog steeds meer data van die trailer willen hebben die belangrijk is voor de klant. Voor die digital twin, heel mooi. Dus denk bijvoorbeeld aan data. We zijn nu een koppeling met sloten bezig, als je op afstand sloten kunt bedienen. Wat een hele belangrijke ontwikkeling is, denk ik, die ook heel snel zal gaan, is dat je bijvoorbeeld op basis van milieuzone gaat zeggen van nou, zet de koelmachine nu maar in de elektrische stand of maak hem maar geruisloos, zet hem uit. Dus dat je op basis van data, het is eigenlijk een combinatie van locatie gecombineerd met geofences, dus met zones, zoals milieuzones, dat je dan automatisch dingen laat doen. En aan de andere kant zien we dat we heel erg bezig zijn, met name met integraties. Dus het is steeds belangrijk om gewoon te integreren, om echt gebruik te maken van die data. Integraties? Er zijn heel veel koppelingen. Dus we koppelen met heel veel, bijvoorbeeld met TMS-systemen, met planningssystemen, FMS-systemen. Maar uiteindelijk zeggen wij, meten is weten, is hartstikke leuk. Maar het gaat om meten is weten, is denken is doen. Dus hoe zetten wij met onze data en gecombineerd met andere data, hoe zetten wij dan de klant aan tot actie? Dus hoe zorgen dat ze efficiënter werken? Hoe zorgen we voor voedselveiligheid door die combinatie van data? Ja, helder. Jitske, hoe zit het bij jullie? Met wat voor ontwikkelingen zijn jullie bezig? We zijn voornamelijk nu bezig met de hoeveelheid informatie in één scherm. En het matcht eigenlijk wel een beetje met wat Bert zegt. Je ziet toch dat er te veel informatiebronnen zijn buiten je planscherm. En het is bijna vanzelfsprekend, zeker als je kijkt nu naar de nieuwe generatie, dat je heel veel informatie in één scherm krijgt. En dat is niet per definitie de geplande informatie die vanuit ons TMS zichtbaar is, maar juist ook van andere informatiebronnen. Dat zijn ook weer die integraties waar Bert het over had. Zeker, ja.
Oké. En is dat iets wat nu speelt? Of is dat iets van de wat meer nabije of verre toekomst? Is het nu hot and happening? Ik denk dat het richting de toekomst gaat. Oké. Ja. Want gebruikers zijn nog niet zo ver op dit moment om dat toe te passen? Ik zie daar wel een verschil in. Ja, ik zie wel verschil in gebruikers, vooral van de nieuwe generatie, die gewend zijn om in een heel klein scherm heel erg veel te kunnen doen. Ja. En andere gebruikers die nog in een oud patroon die meer nog aan dit apparaat vastzitten. Misschien daar vandaan. Ja. Ik heb wel eens gedacht, gaat mij niet snel genoeg? Of waarom doen we het zus of doen we het zo? Waarom zijn er nog zoveel papieren? Ja. Maar als ik zie nu inderdaad me realiseer waar we vandaan komen en wat voor ontwikkelingen er al zijn geweest, begin ik daar ook wel wat meer begrip voor te krijgen. Ja, ja, ja. Hey, en Bert, je duidde er net eigenlijk al een beetje op. Hoe neem je klanten, gebruikers, mee in die ontwikkelingen? Ja, dat is wel een hele belangrijke en dat vergeten we heel vaak. Hè. We zeggen wel eens, je kunt informatie digitaal maken, maar dat is wel heel wat anders dan digitaliseren. Dus, ja. En ik denk dat dat wel een belangrijke is, dat je dat heel goed realiseert. Wat erin heel belangrijk is, gebruik ik toch even een voorbeeld uit het verleden. Hè, van een organisatie waar we volledig digitaal waren. Papier was in het pand uit en boos. Je mocht geen papier gebruiken. De printer stond bijvoorbeeld in een ballenbak. En we hadden zelfs een toilet die we een papierloos toilet van hadden gemaakt. Een Japans toilet. Maar het is heel belangrijk dat je niet te ver vooruit loopt. Dus je moet heel goed kijken, denk ik, naar het ambitieniveau. Waar staat een organisatie op dit moment ook met die digitalisering? En hoe kunnen we daarin helpen? Dus ik denk dat dat het meest belangrijke is. Vaak willen wij misschien als IT-leveranciers iets hadden beamen. Maar wij vinden dat heel gek van waarom nog zoveel papier. Maar zowel de situatie waar ze vandaan komen. Dus echt meenemen en gewoon het ambitieniveau en dan stap voor stap gewoon goed bepalen. En daarvoor moet je zeker die mensen meenemen, want dat vergeten we ook nog wel eens te doen. Hoe doen jullie dat, Jitske? Ja, wat wij veel doen is in ieder geval veel informatievoorziening. Maar wij leveren ook veel functionaliteiten op waar in principe nog niet eens naar wordt gevraagd. Dus dat je eigenlijk iets aanbiedt en daarmee een stukje, ja, de wereld wat stukje opener maakt voor de gebruikers. Dus we geven ontzettend veel informatie, we geven ze veel voorlichting, maken filmpjes, tutorials. En we zien als er ontwikkelingen zijn waar wij op aan gaan sluiten met de TMS, dat we ze daar ook in meenemen. Dus enerzijds maak je nieuwe functionaliteiten die uitkomen vanuit de gebruikers, die je ziet en waar vragen naar zijn. Maar anderzijds is het ook, vind ik, belangrijk om soms ook iets aan te bieden waarvan onze gebruikers eigenlijk nog niet eens weten dat het mogelijk is. Ja. Je zou zelfs iets kunnen aanbieden dat ze daar later gebruik van gaan maken. Dat, ja. dat het er al in zit, bij wijze van spreken. Ja. Ja. Dat je langzaam wat meegroeien in het gebruik daarvan. Ja, precies. Oké. Wat mij wel interesseert is, jullie zijn bezig met ontwikkelingen. Is dat technology push? Kijk je naar wat er technologisch mogelijk is? Of is het ook vraaggestuurd? Dat je in je ontwikkeling zeg maar meegaat met vragen van gebruikers of toekomstige gebruikers? Of is het een mix van beide? Hoe zit dat bij jullie? Ja, bij ons is het echt een hele sterke mix. We zijn betrokken bij heel veel pilots. We kijken ook naar wat de wetgeving gaat doen, waar de overheid naartoe gaat. Daar spelen we ook op in. Dus dat betekent dat er soms datafiets in het TMS beschikbaar zijn, waar de gebruikers inderdaad wel of niet gebruik van kunnen maken. Maar het is er. Maar anderzijds hebben we ook een heel groot dashboard waarin we alle vragen die binnenkomen monitoren en daar weer naar gaan kijken en daar specifiek generieke oplossingen voor bouwen. Oké. En Bert, hoe zit het bij jullie? Ja, eigenlijk overeenkomend. Hè. Wij kijken heel erg goed naar de klanten. Dus we hebben ook een klantengroep waar we dan informatie vandaan halen. En zelfs wil je ook wel kijken naar die innovaties. Hè, waar denken dat de wereld naartoe gaat en wat innovaties erin in doen. Maar bij Ticom bijvoorbeeld 15 jaar geleden hadden we al bandendruksensoren. Maar dat sloeg toen op dat moment nog helemaal niet aan. En het wordt nu een verplichting. Ja. Dus af en toe moet je ook uitkijken dat je weer niet te ver die markt, dat je te ver voorop gaat lopen. Maar het is echt een combinatie van dingen. Dus een stukje innovatie en zelf voorop lopen. En ik vind het voorbeeld van Jitske wel mooi. Dat je zegt, ja, af en toe gewoon functionaliteiten gaan aanbieden. We denken, nou, misschien zijn ze er nog niet klaar voor. Maar of nog niet klaar voor klinkt een beetje alsof je het beter weet. Maar laat er maar alvast aan ruiken, om het maar zo te zeggen. Dan, want die behoefte die komt waarschijnlijk wel. Kijk naar de bandendruksensoren. Ja, ja. Als je kijkt naar, de ene gebruiker is de andere niet, de ene bedrijf is de andere niet. Maar laten we even alle bedrijven op één hoop gooien. Levensgevaarlijk natuurlijk met de beide sprekers die hierna komen aan tafel. Maar dan toch proberen. Als jullie zich geroepen voelen, als jullie je geroepen voelen, dan breek in hoor. Maar
Vind je dat bedrijven voldoende met die ontwikkeling en die toekomst bezig zijn? Dat is een goede vraag. Dat is een hele algemene vraag. Ik denk dat het heel erg verschilt per organisatie. We hebben straks een goed voorbeeld, denk ik, van Manderstoot, waar ik denk dat ze heel erg goed bezig zijn met digitalisering. De kracht van data gebruik maken. Mm-hmm. Om je processen efficiënter te maken en voedselveiligheid te garanderen. En andere organisaties die moeten echt nog wel stappen maken. Maar het is ook aan ons, denk ik, om dat eenvoudig te maken. Het is aan ons, we hadden net ook een mooi gesprek over user interface, om te zorgen dus, hoe het smoelt. Maar te zeggen, de software die we aanbieden, om dat makkelijk te maken. Dus daar zijn wij zelf als IT-leverancier zijn we daar ook bij. Maar het verschilt heel erg in het landschap van transport en logistiek. Herkenbaar, Jiske? Ja, ik vind dat heel herkenbaar. Ik begrijp ook heel goed dat een transporteur IT niet als core business heeft. En als je goed wil automatiseren en als je zeker kijkt naar het IT-landschap hier in Nederland, er zijn zoveel mogelijkheden. Dan moet je toch echt wel heel veel tijd vrijmaken om je daarin te kunnen verdiepen. Laat staan dat je het kan implementeren. Ja. Dus dat, en ik zie wel dat een uitdaging is bij heel veel bedrijven. Echt die ruimte vrijmaken, maar ook die kennis in huis halen. Wat is het juiste besluit? Ja. Digitalisering is natuurlijk ook een middel. Hebben bedrijven het doel goed scherp waar digitalisering of ICT een middel voor zou kunnen zijn? Heb je dat gevoel? Het is eigenlijk ook wat Bert zegt. Het is heel erg verschillend. Het ene bedrijf is daar heel vooruitstrevend in. En die ziet ook echt dat als ik eenmaal begin, ik ben goed gedigitaliseerd, dan krijg je nog veel meer mogelijkheden. Ja. En andere bedrijven die voelen het meer als een druk. Dat je je status updates moet delen. Dat klanten informatie van je verwachten. Ik vind dat persoonlijk eigenlijk niet de beste motivatie om te beginnen met digitalisering. Omdat dat adoptieproces, of je nou klein of groot bent, dat is echt iets wat je serieus moet nemen. Ja, ja. Bert, als we het hebben, we hadden het net over user interface. Als we het over users hebben, de klant, het bedrijf, is dat een eigenaar-directeur? Is dat een boardroom? Is dat de afdeling ICT? Wie zou zich hiermee bezig moeten houden? Dat verschilt dus ook heel erg van de omvang van de organisatie. Maar je ziet dat bij grote organisaties dat we eigenlijk altijd wel met IT spreken. En bij kleiner, middelgrote en kleine organisatie, dat het toch ook wel echt het managementteam is. De eigenaar vaak zelf van een transportbedrijf. Ik denk in ieder geval dat het op de agenda van ieder bedrijf zou moeten staan. Hoe groot of klein die agenda ook is. Maar ik denk dat dat er zeker op zou moeten staan. Maar het verschilt heel erg. Zou moeten staan. Dat klinkt voorbehoud. We zouden graag zien dat het op de agenda stond, laat ik het zo zeggen. Of ze zouden er goed aan doen. Doen. Ik hou me niet zo van het woord moeten. Maar het verschilt dus enorm. Ja, ja, helder. Wij hadden het net over integratie, Jiske. En ik krijg een vraag op de chat. Binnen welke rol speelt standaardisatie in die integratie? Of in de wens om te integreren? Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Die is essentieel, standaardisatie. Als je kijkt naar integraties, we zijn allemaal specialisten op ons eigen stukje. En dat is ook wat je net zag in het filmpje. We gaan steeds meer naar onze eigen specialisme en steeds meer naar meerdere ICT-leveranciers die binnen één bedrijf een oplossing vormen, een totaaloplossing vormen. Dus die integratie is echt essentieel. En we willen eigenlijk niet onze tijd kwijt zijn aan het maken van koppelingen. Het is een heel tijdrovend klusje en echt, om eerlijk te zijn, ontwikkelaars worden er ook eigenlijk helemaal niet zo blij van. Het is helemaal niet zo'n sexy klusje. Ja. Dus tenminste, als ik spreek vanuit mijn eigen bedrijf. Dus als je gaat kijken naar standaardisatie, zeker op het gebied van koppelingen met TMS, FMS, TMS, TMS, dat soort koppelingen. Dan zie je eigenlijk dat die data die je over en weer met elkaar deelt, die is heel vaak te generaliseren. Ja. Het is in principe dezelfde data die we van elkaar willen weten. Ja. Soms zit er een stukje verrijking in. Dus het is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld om dat te standaardiseren. Ja. En dan zijn we veel minder tijd kwijt. Wat is het standpunt van Dalti als je kijkt naar het onderwerp standaardisatie? Doen jullie daar dingen in? Nou, we zijn er zeker op technisch vlak best een eind mee gevorderd. Mm-hmm. Dus we hebben vooral op het gebied van het OTM, het Open Trip Model. Dan gaat het echt specifiek over data-uitwisseling van TMS naar een FMS. Dat is een standaard, dat OTM. Het OTM is een standaard, Het is eigenlijk niks anders dan een JSON-bestand, waarin velden staan omschreven, die we allemaal op dezelfde manier invullen. Ja,
Dus dan maakt het ook niet zo heel veel meer uit of je iets een dossier noemt of een rit. Ja. Het is eigenlijk een vertaalstekker, om het zo te noemen. En die kunnen we inzetten. In de eerste instantie hebben we daar naar gekeken om naar de boordcomputers te communiceren vanuit een TMS bijvoorbeeld. En ook weer terug. Die data die terugkomt uit die boordcomputers is natuurlijk ontzettend belangrijk. Maar ook TMS, TMS onder elkaar. De vervoerders werken veel met elkaar samen. Het zou heel mooi zijn als je dan ook real-time of in ieder geval data kunt uitwisselen zonder dat je met PDF'jes of Excel'tjes aan de slag moet. Ja. Dus dat, ja. Mooi. Klinkt goed. Bert, ik krijg een vraag binnen. Ja, daar kon je op wachten als je dit soort webinars organiseert natuurlijk. Hoe ziet de boordcomputer van de toekomst eruit? Nou, er zijn wel wat meer gefocust op de trailer, moet ik zeggen. Dus de boordcomputer van de toekomst vind ik wat lastig te beantwoorden. Maar ik zelf, komend vanuit echt wel die digitalisering, denk ik dat het straks steeds meer... Ik weet niet zozeer, device vind ik niet zo belangrijk. Dus een boordcomputer klinkt altijd zo als een stuk hardware. Ik geloof veel meer, dus alles is zeg maar software. Dus ik geloof dat... de boordcomputer is geen boordcomputer, maar is software dat draait op een device... En wat dat dan ook is. En wat een heel goede user interface heeft. Dus heel goed smoelt, laten we maar zo zeggen. En makkelijk te bedienen is. Maar het zal geen hardware meer zijn, is mijn veronderstelling. Nou, er stond hier ook in de vraag, ik lees hem niet helemaal voor, een beetje pesterig. Maar aparte unit of geïntegreerd in het dashboard? Maar dat beantwoord je eigenlijk al, liefst zo geïntegreerd mogelijk. Ja, dat vind ik ook. Als je bijvoorbeeld een Tesla, al het auto's tegenwoordig groot scherm erop. En bepaal nou zelf wat je daarop zet. En zet daar gewoon een hele goede, een goede app op, een goede software op, zeg maar. Waar je dat op kunt doen. Dat is wel mijn... Mijn geloof dat het die kant op gaat. Ja, helder. Jiske, als je nou kijkt naar bedrijven die naar dit webinar kijken... waar moeten ze rekening mee houden als ze kijken naar de toekomst... en naar hun logistieke IT-systemen? Waar doen ze goed aan om een paar punten om zich op te focussen? Nou, het is tweeledig. Technisch gezien moet je ervoor zorgen dat je een systeem, dat je systemen aanschaft... die in staat zijn om ook die integraties makkelijker te maken. Dus... data sturen, data ontvangen. Denk ook aan real-time. Daar zit ook nog een verschil in. Maar ik denk dat ook gewoon op de mens af een mindset die knop even om moet. Dat je ook toch wel moet gaan kijken naar de positie van IT in je bedrijf. Je moet ook echt wel op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en meegaan met de updates. En meegroeien met je systeem. En niet blijven hangen op een versie. Want gaat ontzettend snel. Hè? Er zit een waarschuwing in je woorden. Dus je komt veel bedrijven tegen die eigenlijk met verouderde versies werken, zeg je? Of niet? Ja, kijk, wij kijken eigenlijk nooit langer dan 1 of 2 jaar vooruit. Omdat je echt niet weet over hoe de wereld eruit ziet over 3 jaar in IT-termen. Ja. Als je kijkt naar wat er mogelijk is aan ontwikkel... software en dergelijke, nieuwe systemen. Dat gaat best wel snel. Dus als je een jaartje stilstaat, dan ben je eigenlijk bij wijze van spreken al. Dus ik zeg wel, wees in ieder geval up-to-date en investeer misschien ook eens een keer in die vernieuwing of in de nieuwe updates die worden geboden. Blijf bij. Blijf relevant, lees je in, geef het een plek binnen je organisatie. Eigenlijk wees er continu mee bezig. Ja. Oké. Bert, iets aan toe te voegen? Ja, volg deze week van de digitalisering, zou ik zeggen. Sowieso wel goed natuurlijk. Dat is sowieso goed. Dat is de eerste winst. Nee, maar Jitske zegt het heel goed. Ik denk dat het altijd 2 componenten zijn. Dus zorg dat je de systemen... Nee, zorg eerst dat je je landschap goed in beeld hebt. Dus wat heb ik nu? Wat zijn de datastromen? Applicatielandschap. Ja, applicatielandschap. Ik weet dat TLN daar ook mee bezig is met een mooie overzichtskaart. Ook in samenwerking met Dalti. Dus wat is je applicatielandschap? Hoe gaan die datastromen? En dat klinkt gelijk al wat technisch. Maar zo technisch moet je het niet zien. En dan en denk aan open standaarden. Ik vind dat wel een hele belangrijke. Dus als je ergens voor kiest, kies dan voor leveranciers die ook via die open standaarden kunnen communiceren. Want dan ben je ook, dat maakt het makkelijker voor de toekomst. En de menskant. Dus kijk goed naar je ambitieniveau. Neem de mensen ook mee in die digitalisering. En nogmaals, dat digitaal maken betekent nog niet dat je gedigitaliseerd bent. Dus let daar heel goed op. Dan begint het eigenlijk pas. Dan komen pas de voordelen. Dat is een goede boodschap wat je doorgeeft. Nog even één klein dingetje, want je noemt er een term. En daar moet ik even op ingaan. Open standaarden had je het over.
Nou, ik bedoel meer gewoon de standaarden. Dat ze via standaarden communiceren. Zoals open trip model, daarom zei ik automatisch ook een standaard. Ja. Maar het open trip model is daar een hele goede in. En we zijn ook met Dalti continu bezig om van informatie te voorzien. Hè. Wat gebeurt er nou allemaal? Waar is de overheid al mee bezig qua openbare data? Nou, zoals de milieuzones en dergelijke. Er is al zoveel wat ook openbare data is. Dus maak er ook gebruik van. Ja. Maar goed, dan ben je al ook alweer een stapje verder. Maar het is er. En, en daarom lees je goed in. Zorg dat je geïnformeerd bent. Blijf bij. Nou, volgens mij hele nuttige tips voor nu. We gaan eens kijken naar de twee heren uit de praktijk die ik had beloofd en waar we al kort mee kennis hebben gemaakt. Of die ook bijblijven en het eens zijn met jullie ideeërs. Zoals beloofd, Henry Groothuis, Mandersloot Groep en Ron Kars van Technische Unie zijn bereid om vandaag hun ervaringen met ons te delen. Ron, ik begin even bij jou. Kun jij kort je rol duiden binnen Technische Unie? Ja, mijn rol is programmamanager. Staat ook nog internationaal voor, maar ik moet eerlijk zijn, het is het grootste gedeelte is nationaal binnen Technische Unie. En dat betekent gewoon de grotere supply chain projecten managen. En uiteraard hebben die heel veel tegenwoordig met digitalisering, automatisering, robotisering te maken. Alles wat speelt binnen geautomatiseerde warehouses. Oké, welkom. Dank. En Henri, hoe gaat het bij jullie? Ik ben verantwoordelijk voor het operationele gedeelte binnen de hele groep. Ja. Dat is internationaal. In een aantal landen met 7 depots. En de focus is bij ons, tenminste van mij, altijd op automatisering, digitalisering. Dus ik kijk altijd naar proces. Hoe kunnen we dat automatiseren, digitaliseren en vanuit daar optimaliseren. Okay. Dus ik optimaliseer alleen maar met oplossingen zoals een Ticom of andere standaarden uit de markt. Dat dus blijft in principe de kern van mijn werk. Dus ik doe zo'n beetje alles behalve finance en commercieel. Okay. Dat raakt bijna alles. Ja, nou welkom. Ron, even terug naar jou. Wat voor ontwikkelingen zijn er heb jij de afgelopen tijd op het gebied van digitalisering en IT meegemaakt bij Technische Unie? Ja, die zit eigenlijk op tweeërlei vlakken. Enerzijds hebben we gewoon de hele IT-transformatie, hebben we nu grotendeels achter de rug. Maar ja, dat was echt wel een enorme operatie. En dat was niet alleen het supply chain deel, maar alles. Van finance, ordering, inkoop. Dus wij hadden een mainframe. Alles legacy, eigen bouw. Draaide fantastisch, performde geweldig. Maar ja, niet meer van deze tijd en heel lastig te onderhouden. Dus ook heel lastig om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Dus de keuzes gemaakt om te migreren naar SAP en rondom supply chain eigenlijk alles van Manhattan. Dat hebben we grotendeels gehad. En anderzijds zit het vooral natuurlijk in de warehouses die we grotendeels geautomatiseerd hebben inmiddels. In ieder geval als je kijkt naar opslag, inbound, outbound. Wat je nog wel veel ziet in warehouse is dat het echte pikken van de orders. Ja, dat blijft toch nog wel veel handwerk op dit moment. Dus dat zou een volgende slag zijn om dat te automatiseren? Ja, er zijn natuurlijk genoeg bedrijven ook inmiddels mee bezig. Ja. En het werkt ook. Het werkt alleen niet voor alles. Dus het is wel... Het stelt wel bepaalde eisen aan de artikelen van wat je wel heel goed met een robot kan pikken. En eigenlijk absoluut niet. Ja, ja. En je noemde een woord tussendoor. Ik knik meteen, maar kan me voorstellen dat de luisteraars, de kijkers thuis denken, wat is dat, legacy? Kun je uitleggen wat dat inhoudt in je verhaal? Sorry, wel? Legacy had je het over. Ja, legacy. Ja, dat is een, ja, legacy is een erfenis. En dat is eigenlijk dus oude software... Eigen gemaakt, geen versie meer, niks. Het is inmiddels natuurlijk ook een spaghetti brei geworden door alle veranderingen die er plaatsvinden. Ik moet denken dat wij al inmiddels 50 jaar geleden zijn begonnen met dat soort applicaties te bouwen. Dus ja, het is een erfenis die je meeneemt waar je niet zoveel meer mee kan. Dus ja, behalve gewoon alles opnieuw gaan doen. Ja. En dan wel gebruik maken van de huidige mogelijkheden, dus zoveel mogelijk. Ja. Met pakketten. Nou ja, het woord standaardiseren is al meerdere keren gevallen. Dat is gewoon heel belangrijk om te zorgen dat je ook snel weer door kan ontwikkelen. En dat is jullie transformatie geweest van dat doodlopende spoor naar weer een nieuwe schaalbare omgeving waar je kunt meegroeien met waar
ja. De tijd waar Jitske... Vooral ook in de snelheid die je tegenwoordig vereist. Ja. Dankjewel. Henry, hoe zit het bij jullie? Wat voor ontwikkeling hebben jullie de laatste tijd doorgemaakt? Nou, dat begon in 2017, denk ik, op mijn hoofd. Daar hebben we eigenlijk hetzelfde gedaan als jullie. De legacy die we hadden was een verouderd TMS-systeem. Gebaseerd op een Microsoft-platform wat niet meer ondersteund werd. FoxPro voor de kenners die het zouden weten. Databases in dat beheer, dus de performance was niet meer geweldig. De hoeveelheid was niet meer geweldig. En we hebben daar eigenlijk besloten om alles eruit te gooien. En alles opnieuw te doen. En daarvoor ben ik ooit teruggehaald naar de firma om dat project te doen, zeg maar. Dus daar begon het mee. Dan begint het met selectietrajecten. Dan begint het kijken naar je leveranciers. Wat wil je? Waar wil je heen? Hoe ziet je toekomst eruit? Dat begint echt vanaf nul naar de tekentafel. En dan hardware en software, alles. In die tijd had je nog heel veel hardware on-premise. On-premise betekent gewoon in eigen beheer geïnstalleerd op je eigen servertje. En niet SaaS, zoals het Phylogic van Jitske is, wat je gewoon in de cloud koopt. En maandelijks opzeggbaar is en dat soort dingetjes, dat was toen allemaal niet. Tenminste, nog niet echt in ontwikkeling. Dus ja, zo zijn we eigenlijk weer begonnen en hebben we eigenlijk alles in blokken opgebouwd. Net als je een soort van Google Workspace-achtig iets hebt waarbij je allemaal blokjes kiest. Dus ik heb eigenlijk gekozen voor verschillende systemen met heel veel integraties. Om het beste te doen voor het stukje van het proces waar je dat voor nodig hebt. En dan ook te kijken naar zoveel mogelijk standaarden uit de markt. En grote systemen, goed beheersysteem, goed support daarachter. We hebben geen eigen applicatieontwikkelaars of iets dergelijks in dienst. Dus we zijn afhankelijk van leveranciers. En dan heb je gewoon hele goede partners nodig. Ja. En daar gaat het dan om, hè. Het gaat om partner. Dat wat jij net ook al een keer aangaf. Je moet echt met elkaar samenwerken. Ja, exact. Ja. Dus als onze leverancier levert bijvoorbeeld minder gestandardiseerde updates aan, zoals wat Jitske wel doet. Maar daar begint het wel mee. Als je mensen wil meenemen in het hele verhaal, dan gaat het om functionaliteit toevoegen en inspelen op de toekomst. Ja. En in die zin, dat is eigenlijk de kaarttrekkersrol die ik in de firma doe. Ja. Ook zoals Ron het woord legacy noemde, noem jij ook een paar woorden waarvan ik denk, nou ja, dat kan de kijker thuis ook wel misschien op onduidelijke sporen brengen. Je had het over SaaS, on-premise, cloud. Nou, dat, SaaS dat hoor ik simpel. Overal weer niet. SaaS is software as a service. Dus je neemt software af echt als een complete service. Dat kan je in verschillende manieren doen. Dus volledig ontzorgd, deels ontzorgd, dat deel. Dat is echt, nou ja, dat is van nu. Dat is heden ten dagen. Dat alles wat je koopt is bijna SaaS, minimaal. On-premise is echt geïnstalleerd op je eigen omgeving. Lokaal en eigen beheer. Dus dat hebben wij nog deels. En dat zijn echt de belangrijkste. Ja, dankjewel. Ron, in jouw verhaal net noem jij een aantal dingen door elkaar waar ik in gesprekken nog wel eens moeite mee heb om dat met mensen helemaal scherp te krijgen. Je noemt eigenlijk robotisering, automatisering, digitalisering. Hè, dus het werken je applicaties en je data door elkaar heen. Hoe zit dat bij jullie? Is daar ook een club integraal mee bezig? Of zijn dat losse afdelingen die er samenwerken? Ja, het zijn clubs intern mee bezig. Hè, want het is natuurlijk ene tijd... automatiseren, mechaniseren. Het is natuurlijk heel veel hardware en het beweegt en het doet precies wat je wil, maar het draait allemaal op software. Ja. En uiteindelijk is dat gewoon echt een ICT-tak die wij intern hebben, die zich daarmee bezighoudt. Anderzijds hebben we een interne R&D-club, speciaal rondom de supply chain, die zich allemaal ook bezighoudt met nieuwe ontwikkelingen, die ook ontwikkelingen in de markt volgt, hè, van wat gebeurt er wereldwijd, wat is er allemaal mogelijk en niet. En die twee, ja, die werken wel samen om dan op een gegeven moment met bepaalde adviezen, bepaalde richtingen, bepaalde pilots voor te stellen om mee aan de gang te gaan. Ja. Even een reminder tussendoor. Jullie kunnen meedoen en vragen stellen in de chat. Hè. Dus aan de rechterkant van het scherm zie je de chat, stel je vragen. Ik kan ze dan gelijk in het gesprek inprikken in die relevant of aan het eindgesprek komen we daarop terug. Ik ga even naar Henry. Hoeveel IT-systemen hebben jullie draaiend? Hoeveel applicaties? En hoe zijn die aan elkaar gekoppeld? Ik heb ergens geloof ik geschreven ongeveer 6 primaire systemen. Er zijn natuurlijk allemaal randsysteempjes nog wel omheen. Maar je hebt een TMS, je hebt een klein WMS. Ron heeft meer WMS dan wij. Wij doen natuurlijk vooral logistiek dienstverlening. Je hebt natuurlijk je financiële systeem. Dat is bij ons geïntegreerd met het TMS in dit geval. Desalniettemin heb je daar nog steeds een integratie nodig tussen de beide systemen natuurlijk. Je boordcomputer, FMS,
Bij ons is dat een hele vrij grote partij. Daar kies ik bewust voor, omdat dat... Ik ben van mening dat we niet meer devices moeten verkopen en dat we echt naar die auto moeten. Mm-hmm. Ik heb ook al geprobeerd om daar koppelingen mee te maken, maar zover is het helaas nog niet. Om echt op de data te integreren en alleen maar een mobieltje te hebben om af te tekenen met je EC-merkje, want dat is eigenlijk waar je naartoe wil. En dus dat zijn eigenlijk je primaire systemen. Daaromheen hebben we natuurlijk een heel embalage-registratiesysteem. Alles gekoppeld via of rechtstreeks integraties, op de ouderwetse manier rechtstreeks in de core van een TMS, zoals dat vroeger ging. En tegenwoordig via een platform. Dus ja. De eerste koppeling die volgt naar ons embalagepakket, die loopt gewoon via een gestandaardiseerde koppeling in een platform die tegen het primaire systeem aan ligt. En eigenlijk alle in- en uitgaande data gaat via dat platform in en uit. Ja. Dus ik heb alleen het APS, het automatische printsysteem, wat we hebben. Dat zit echt rechtstreeks in het systeem gekoppeld nog. En dat doe ik bewust, want dat raakt wel de core. Dat is gewoon te zwaar om in een integratieplatform onder te brengen. Daar zit zoveel verkeer heen en weer, zeg maar, die data die pompt elke 5 seconden heen en weer. Soms wel. Dat moet echt robuust zijn. Ja. Dus dat zit er hard in. Maar goed, dat is één schil. En de rest is allemaal gestandaardiseerd. Ja. Ron, hoe zit dat bij jullie? Hoeveel systemen, applicaties hebben jullie draaien? Ik heb ze niet geteld. Volgens mij had ik geroepen iets van tussen de 15 en de 20. Voor een deel kunnen wij in onze migratie van zeg maar het legacy naar wat we nu hebben, hebben we gekozen voor best of breed. Dus dat betekent dat we eigenlijk de kern, de basis is SAP. Maar daaromheen, dat wil ik al zei, voor warehousing, supply chain en diverse pakketten van Manhattan ingezet. Een apart pakket voor pricing, een apart pakket voor voorraadbeheer. Verschillende finance systemen nog. En dat samen maakt dus gewoon echt het nieuwe platform. Je haalt je wel wat op de hals als je die keuze maakt. Want we hebben toch gesproken over interfaces, standaardisatie. De problemen liggen toch vaak op dat gebied. Die pakketten die doen we wat je wil. Dat is het probleem niet. Maar een stukje integratie en ook zorgen dat het allemaal integer blijft onderling. Hè? Want in de happy flow gaat het allemaal wel goed. Maar het is niet altijd happy flow, dus er gaan wel eens dingen mis. En waar start je dan weer op? Hoe betrouwbaar is je data op dat moment nog? En dat maakt het best wel lastig. En die koppelingen waar jij het over hebt, ik hoor een beetje bezint eer je begint, want dat kunnen mogelijk zwakke plekken zijn. Het is dus de keuze van inderdaad, ga ik voor die best of breed? Hè? Dus dat jij zegt, voor dit onderdeel heb ik gewoon het beste pakket te pakken wat er op dit moment in de markt verkrijgbaar is. Maar realiseer je dus dat het onderling koppelen. Kijk, je kan van SAP, kan je eigenlijk alles wat je nodig hebt, heeft SAP wel een module voor. Ja. En die keuze kun je ook maken. En dat betekent wel dat je gewoon je landschap een stuk eenvoudiger wordt en je integratie een stuk eenvoudiger wordt. Ja. Dus het is wel een... Enerzijds is het een IT-keuze en anderzijds is het echt een bedrijfskeuze van... Maar wat wil ik nu echt als eindgebruiker? Ja. Welke functionaliteiten wil ik hebben? Ja. Hoe zit het bij jullie, Henry? Dat is wel hetzelfde. We hebben ook een beetje gekozen voor best of breed. Ja. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er op sommige vlakken een beetje op terugkom... omwille van de integraties. Want uiteindelijk heb je iemand nodig die begrijpt hoe dat loopt. En die begrijpt wat bij een A is dat aan de andere kant ook A moet zijn. En het is de hele begrippenlijst, definities van alles. Dus je kijkt naar ons APS en ons TMS. Bij de ene is het een sectie, bij de andere is het een deelrit. Ja. En bij de ene is het een zending, bij de andere is het een transport. Maar dan heb ik het over een beweging. En dus je moet echt goed met elkaar nadenken waar je het over hebt. Dus, en daar zit denk ik de lastigheid in. En dan het beheer van de koppelingen. Er gaat wel eens wat fout. De hoofdmoot loopt wel, maar dan is er ergens een keer een tijdvenster wat niet klopt. Die staat van 2 uur 's middags tot 1 uur 's middags terug in de tijd. Dan knalt de koppeling naar een APS, die vindt het niet zo fijn. Ja. En dan, die melding moet je ergens traceren en oplossen, want anders heb je je zendertje niet, je APS wordt hier niet gepland. Ja. Dus er zijn heel veel, er is wel wat beheer voor nodig. Dus hoe meer koppelingen, hoe lastiger het beheer wordt. Ja, je gaf eerder in het gesprek ook al aan dat jullie nadrukkelijk willen kijken naar hoe robuust moet het zijn. Ja. Als het echt robuust moet zijn voor kernprocessen, dan overweeg je echt wel om die koppeling te omzeilen. Ja, dan heb je nog steeds van een koppeling, alleen dan ligt die er wat dichter op, zeg maar. Ja. Dan is het beheer wat, dan kun je wat sneller signaleren dat er ergens iets niet gelopen heeft. Als je gewoon de zogeheten API-call hebt, dat zit ergens aan de achterkant. Er is geen mens die bij ons in de firma bij wijze van weet wat een API is. Wij hier aan tafel weten dat. Ja.
Maar dan gaat er een berichtje heen en weer en dat berichtje gaat fout. En dan komt er ergens een melding. Ergens gaat het fout. Iemand moet daar wel wat mee doen. Want anders, ons komt de zending niet aan of wordt er niet opgehaald. Dan gaat er een berichtje naar buiten. Zo gaat het. Wordt de klant niet geïnformeerd? Daar ligt het wel het meest in. Dus het wordt wel complexer. Hoe meer je hebt, hoe meer integratie je hebt, hoe complexer het wordt. Ja. Wel overwogen mee aan de slag in ieder geval. Nou, absoluut. Ja. Absoluut. Ron, hoe blijf je op de hoogte, hè? Over wel overwogen aan de slag, hoe blijf je op de hoogte van mogelijkheden en ontwikkelingen? Want je moet nogal wat weten om deze wereld binnen een bedrijf goed te kunnen besturen. Nou ja, we hebben natuurlijk dit soort clubs, de EVO en ICT Logistiek, en er is heel veel literatuur. En je volgt natuurlijk, je kent de belangrijke leveranciers op ons vlak. En die blijf je natuurlijk ook volgen van welke ontwikkelingen zijn er gaande. Anderzijds hebben wij ook wel een dusdanige omvang en naam in de markt dat ze ons ook wel weten te vinden. Hè? Dus als er wat nieuws te proberen valt van technische unie, zijn jullie geïnteresseerd daarin. En de ene keer wel en de andere keer niet. Dat doen jullie mee aan pilots? Dat doen we mee aan pilots, ja. Kijk, ik moet wel eerlijk zeggen, als wij echt iets groots doen, met een groot deel van de supply chain aan de gang gaan, dan kiezen wij voor proven technology. Maar zeg maar juist de kleinere dingen, die we in de schoenen, bijvoorbeeld dus een robotpicker. Ja, daar kun je gewoon heel leuk mee spelen. En eigenlijk een pilot doen en dan gaan kijken van welke producten zijn die wel geschikt voor, welke niet. En dan kun je met je leverancier weer gaan praten van, ja, maar is dat dan ook apart aan te bieden, zodat dat echt door die robot gepikt kan worden en die andere dingen gewoon nog door mensen gedaan kan worden. Dank. En Henry, hoe zit het bij jullie? Hoe blijf je op de hoogte van die ontwikkelingen en zorg je dat je echt goed weet wat er te koop is? Vooral veel contact leggen met mensen zoals Bert, en terwijl ook een leverancier van ons is, maar TLN veel contact mee. Even vind ik wat minder, maar beurtvaart eigenlijk. Al die bedrijven die wat doen en die daar wat kar in trekken, daar heb ik echt veel contact mee. Ja. En proberen echt in te partneren gewoon. Dus die mensen, meestal gewoon de normale hogere managers in zulke bedrijven, of gewoon soms echte developers zelfs, daar heb ik gewoon rechtstreeks contact mee. Om ook gewoon een beetje met elkaar te sparren. Dus daar gaat echt wel een deel van mijn tijd in op, ja. Ik vind het ook interessant, ik vind het leuk. Dus, ja, dat is een soort van hobby. Dat merk ik in de manier hoe je antwoorden geeft, hoe je materie zit. Ik ga toch even daarop door. Is het een ding van jou? Hè, dus van Henry Groothuis binnen Mandersloos Groep? Of zeg je, nee, er zijn wel meer bij ons mee bezig. Is het een vast team of komt het zoals het komt? Nee, ik trek die kar wel persoonlijk heel hard. En dat heeft ermee te maken. We zitten met heel veel mensen in Centraal-Europa. En daar is niet zoveel legacy, maar er zijn mensen ook nog niet zo eigen met allemaal ingewikkelde software-systemen. Dus daar heb je altijd tijd voor. Dus ik probeer zelf al die innovatieve kanten blijven duwen en trekken. En te vernieuwen, zeg maar. Dus heel veel van de procesvragen komen gewoon over mijn bureau. En dan denk ik erover na. Dus er zijn een paar mensen die het daar gewoon in meenemen. Want dat kan je niet alleen. Maar echt op de inhoudelijke vlak is dat bij ons niet. Daar hebben we gewoon geen mensen voor in dienst, zeg maar. Dus dat komt gewoon uit praktijk. De planner zegt wat. De customer service medewerker zegt wat. Vanuit de financiële afdeling komt wat. En zo probeer ik eigenlijk van alle takken van sport mezelf dan maar te verdiepen. En dan gaan we naar de beurs, dan gaan we praten met mensen, leveranciers. En van het een komt het ander vak. En heb je dan vaste aanspreekpunten binnen de organisatie? Key users, power users? In elk land heb je wel een aantal mensen die zich onderscheiden, zeg maar. Ja. Dus de onderlaag management die we hebben op allerlei vlakken, daar komen vaak de vragen vandaan. Heel af en toe gooien we ook gewoon de pijlstok erin. En dan zetten we gewoon een ordinair excelletje uit. Zet maar eens in wat je zou willen. En dan zie je eigenlijk een beetje hoe dat gaat. Dan krijg je vaak terug, kolommetje hier, veldje daar, schermpje zo. Ja. Dat is dan het gemiddelde niveau dat je terugkrijgt. Dus echt denken over digitaliseren of automatiseren, dat is iets heel anders. Ja. En daar zit wel vaak de mismatch. Ja. Hoe zit dat bij jullie, Ron? Ben jij de enige binnen Technische Unie die zich, dat zal dan niet hier mee bemoeit, hoe is dat bij jullie ingericht? En ook even gelijk die vraag die ik aan Henry stelde, hebben jullie ook key users, power users die in een soort vaste structuur met jullie meedenken? Nou ja, wat ik al zei, we hebben dan een interne R&D-club die zich daar vooral natuurlijk mee bezighoudt. En ja, die hebben dan ook wel hun users en hun frontrunner, zeg maar, in de operatie zitten die ze dan daarbij bij betrekken om dat soort dingen uit te proberen. Het is inderdaad wel herkenbaar als je zegt van, ja, als je dan ook in zo'n magazijn vraagt van wat zou je willen.
dan komt het inderdaad vaak wel op dat vlak uit van een schermpje hier of ik zou daar iets erbij willen. En zeg maar net even dat niveautje hoger. Ja, dat is toch vaak die R&D-club die daar de aanzet toe is. Ik ben er zelf iets minder in betrokken. Ik kom eigenlijk pas in beeld als het dan ook echt uitgevoerd moet gaan worden. Helder. Ron, een tijd geleden heb ik jou op een podium zien staan als, misschien wil je niet aan de worden, als logistiek manager. Dat is wel een tijd geleden. Een hele tijd geleden, maar dat zegt ook iets over mij en hoe oud ik ben, dat ik dit ook heb meegemaakt. Ja? Maar toen ging het erover dat je in een magazijnproces oud en nieuw tegelijkertijd eigenlijk naast elkaar had laten draaien. Je voelt de vraag al aankomen, hoe werkt dat met digitalisering? Hoe ga je om met een oud systeem wat draait? Je had het net over legacy. Hè? Jullie hebben in die transformatie een oude basis gehad. En op een gegeven moment ga je aan dat nieuwe beginnen. Is dat een koude stop? Of is dat dat blijft natuurlijk altijd puzzeltjes die je op moet lossen. Om te beginnen, we houden sowieso niet van Big Bang implementaties. Dus wij gaan altijd geforceerd live, met name met die grote dingen, gaan we geforceerd live. Het beperkt heel erg je afbreukrisico en dat is ook de reden waarom je het doet. Maar je project wordt er wel een stuk complexer door. Omdat je wel met allerlei tussentijdse oplossingen moet werken. Omdat je oud en nieuw naast elkaar hebt draaien. Gaan we alles digitaal oplossen? Nee. Soms lossen we het ook gewoon op in het proces. Want op het moment dat je zo'n groot magazijn gaat beginnen, dat is ook onmogelijk om niet oud en nieuw naast elkaar te of ja, je bent eigenlijk verplicht om oud en nieuw naast elkaar te laten bestaan. Ja. Maar uiteindelijk, bij ons was altijd wel de slogan, de klant mag er niks van merken. Dus als het maar zeg maar weer als één brandropstop bij een klant terechtkomt op de manier zoals hij gewend is, dan is dat prima. En dat betekent dat je het soms koos je voor wel een digitale oplossing, kon je het integreren, kon je een interface maken en dat was het prima. En soms was het gewoon echt handwerk om de dingen weer op labeltjes bij elkaar te voegen. Zodat het uiteindelijk nog steeds op dezelfde manier bij die klant terecht kwam. Het is ook wel een beetje improviseren hoor, af en toe. Ja. Ik zie ook aan je ogen dat de lol er eigenlijk van is. Ja, nou ja, ik kan me daar wel op stuk bijten. Ja, dat soort puzzeltjes. Die puzzel te leggen. Ja. En Rio, zit dat bij jullie? Hoe gaan jullie met oud en nieuw om? Wij hebben wel gekozen voor een Big Bang in die tijd. Maar we zijn ook een iets kleinere organisatie als Technisch Unie. Dus dat kan je dat ook wel doen. En dat risico durfde ik wel te nemen in die tijd. Want we hadden echt wel 6 tot 8 maanden volle bak tijd besteed aan het change deel. Dus echt change management. Dat betekent echt de mensen meenemen. De mensen van onze leveranciers zijn meegeweest naar het buitenland. Hebben presentaties, demo's gegeven. Meegenomen in hoe het eruit gaat zien. Integrale demo of training sessies eigenlijk opgezet met elkaar. Dus in elk hoofddepot hadden we echt trainingsruimtes waar we helemaal integraal met alle stukjes van de afdelingen mensen bij elkaar brachten om te trainen. En heel veel opgelost in het standaardiseren. Ja. En heel veel opgelost in het proces. Dus gewoon begonnen met kijkers naar de prijsspraak die je hebt met een klant. En vanuit daar zijn wij gaan inrichten en niet andersom. Dus eigenlijk waren de prijsspraken met alle klanten die we hadden. En dat waren er heel veel. Gekeken wat kan er standaard. Dat betekent al dat je heel veel zijdelingse stapjes kon laten gaan. Ja. En dan hou je op een gegeven moment 8 klanten over. En je denkt, oké, dit zijn de klanten die iets heel vreemds hebben. Dus dat betekent of we gaan dat nog wel doen of we gaan het niet doen. En als je het wel doet, betekent dat je maatwerk moet schrijven. Dus doe je het niet. Ja. Dus daar hebben we heel harde keuzes in gemaakt in die tijd. Samen met onze APS en TMS leverancier. Ja. En op die manier hebben we dat aangegaan. Daardoor kon je ook een Big Bang doen. Zo simpel is dat. Goed over nadenken in ieder geval. Ja, neem de tijd. Je kan beter 3 maanden later live gaan. En dan kan je wel een Big Bang doen. En dan ben je binnen 3-4 weken stabiel. Ja. En we hadden uiteindelijk heeft het hele proces daarna nog geen 3 maanden gekost om het helemaal rustig te krijgen. En dan hadden we eigenlijk geen calls meer over. Helder, Henry, ik blijf even bij. Maken jullie veel gebruik van externe platforms? Als het gaat om, je zegt eigenlijk net zelf al, met klanten samen zal het antwoord nee dus zijn. Maar ook met leveranciers, met partijen met wie je samenwerkt. Ja, die vragen ze wel veel. Hè? Dus partijen als Transporion, Sixfold koppelingen. Noem al die aspecten maar op. Ja. Er zijn vooral klantvragen eigenlijk die je dwingen om dat te doen. Niet zozeer dat je er zelf dan hebt, want het kost je alleen maar tijd en geld. Als logistiek dienstverlener. Ik denk dat het bij Technisch Unie niet anders is. Dus de klant wil iets, omdat zij daar dan een soort van control tower van afnemen. En zeggen, we hebben inzicht en we willen data.
Terwijl dat op een veel makkelijker manier kan. Dus wij gebruiken wel van die externe platformen. Die voed ik weer op gestandardiseerde manier via het integratieplatform wat tegen het TMS aan ligt. Om ervoor te zorgen dat er één stroom is. En wie er dan aan de andere kant zit, maakt me niet zo heel veel uit. Ik hoor wel een lijn in je antwoord. Dat is, het is een beetje tegen beter weten in als klanten dat vragen. Want je hebt de data gewoon voor ze. Dus je kan het op een eenvoudig en gestandardiseerde aanleveren vanuit jezelf. Ja, en dat, maar ja, goed, zij kiezen vaak zo'n partij. Omdat de exportbedrijven waar wij bijvoorbeeld veel zaken mee doen, die hebben ook gewoon een hele hoop legacy. Die hebben heel veel oude systemen, weten vaak helemaal zelf niet. Die worden weer gedwongen door retailers. Ja, die markt zitten wij in. Dus die willen weer allemaal eis hebben vanuit die kant. Dus er zit een hele. Dus eigenlijk gaat het door tot aan de Lidl's, de Albert Heijn's van deze wereld. Die vragen en de hele supply chain aan de achterkant, die moet maar meegaan. Mee. Ja. En je moet maar zorgen dat de data aangeleverd wordt. Uiteindelijk is het niet zo heel ingewikkeld. Helder, dankjewel. Ron, hoe zit dat bij jullie? Maken jullie gebruik van externe platform? Nee, minder. Ja. Minder, ja. Oké. Okay. Dus ik zou er eigenlijk niet zo snel eentje op kunnen noemen. Oké, nou dan ga ik denk ik naar een, zie ik ook op mijn device en naar een afrondende vraag, wel heel interessant. We hebben een tijdje geleden een melding gehad dat artificial intelligence te snel gaat, de ontwikkeling. Dat we niet meer snappen hoe het zich ontwikkelt, dus het moet een jaartje qua ontwikkeling stilstaan. Dus je voelt hem aankomen, ik wil even alle gasten langs om te kijken van, gaat dat nou ons soelaas bieden, die artificial intelligence op afzienbare termijn? Dan begin ik bij Jiske. Ja, zeker. Toevallig hadden we van de week eventjes aan ChatGPT gevraagd om een stukje software voor ons te programmeren. Nou, dat hadden we binnen enkele luttele secondes hadden we dat op het scherm staan. Dus daarin kan het natuurlijk ontzettend veel gaan bieden. Maar je moet dat wel in de gaten houden waar de informatiebronnen vandaan komen. Als je daar geen grip op hebt, ja, dan ga je misschien wel de verkeerde informatie in je scherm krijgen. Ja. En dan gaan we met z'n allen net even de andere kant op. Dus ik begrijp wel dat dat is gezegd. Oké. Okay. Waarom? Ja, ik kan er wel bij aansluiten. Kijk, het klinkt leuk, maar ik denk ook dat het gevaarlijk is. Want uiteindelijk komt het wel ergens uit een bron vandaan. Hè? En het is eigenlijk net zoals standaard ICT. Hè? Dat draait in eerste instantie om de masterdata. De masterdata moet goed zijn. En dat geldt ook, denk ik, voor die artificial intelligence. Dus waar het vandaan komt, waar het learning aspect in zit, ja, die bron moet wel goed zijn. Want anders dan gaat het een heel andere kant op als dat eigenlijk je bedoeling is. Grijpt helemaal terug naar het begin van het webinar toen Bert begon over informatie en data is één. Maar je moet het wel juist weten te duiden, te interpreteren, ermee omgaan. Absoluut. Komt er wel een stukje terug. Bert, kun jij verder een stukje visie geven op artificial intelligence? Nou, ik denk zeker dat het een hele belangrijke rol gaat spelen. Toevallig, wat Jitske noemde, daar hebben we het ook wel wat programmeurs. Die zijn er erg blij mee als het een stukje onbekende code is. Of ze moeten net even, hoe doe ik dit? Dan komt er wat goeds uit. En ik denk dat je ook gelijk hebt dat er ligt natuurlijk data aan ten grondslag. En dus waar ik wel in de toekomst misschien heel veel voor, dus je AI halen over de data van je eigen organisatie. Ik denk dat daar wel heel veel mogelijkheden in gaan zitten. Dan weet je in ieder geval wie de bron is, om het maar zo te zeggen. Ja, en ik zie wel zelf heel veel toepassingsmogelijkheden. Grappig, we zaten in een Dalti bestuursoverleg en dan typ je even snel, geef een marketingtekst voor Dalti met goede zoekwoorden erin. Wat je eruit krijgt, ik moet zeggen dat daar kun je een gemiddelde tekst schrijven, die doet dat niet zo goed. Ja. Dus dat was wel heel leuk. Ja, ja, dat is nou wel ervan. Of het voordeel blijft natuurlijk. Ja. Het verkoopt zichzelf, zou je zeggen. Henry, heb jij nog een... Nou ja, in eerste instantie zijn dat vooral containerbegrippen. Hè? Machine learning, IoT, Internet of Trailers in dit geval. Ja. Maar ook, ook AI, artificial intelligence. Dus dit is heel mooi en ik geloof daar zeer zeker in dat gaat werken. Ik denk zeker als je kijkt naar APS-systemen, planningssystemen, advanced planningssystemen, daar kan je fantastisch gebruik maken van de AI. Ja. Als je dat goed gebruikt over je eigen data. En als je dat dan over de hele branche pakt, dan zou je het ook eens kunnen kijken naar branchegerelateerde data's van je eigen klanten. Dan je data samenbrengen van alle leveranciers die in planning zitten. En ga daar eens aan de gang met algoritmes. Ik denk dat daar heel veel uit te halen valt. En volgens mij lossen we dan een hele probleem op in Nederland met files en stikstof en al die ellende. Want dan hebben we een hele hoop leegrijden minder. En ik geloof dat je daar, als je dat samenbrengt, daar het meeste uit te halen valt. Dat klinkt hoopvol, dat klinkt goed. Daar hebben we met z'n allen weer wat aan. Dat hoop ik. Ja. Nou ja, het is maar een uurtje een webinar en dat uur zijn we alweer bijna doorheen. Dus ik kan wel uren doorgaan met jullie volgens mij, maar ik moet het helaas afsluiten.
Dit was de eerste sessie van Week van Digitalisering. Effectief voorbereiden van je logistieke IT-systemen op de toekomst. Wat ik aan tafel heb gehoord is eigenlijk... iedere dag moet je met je toekomst bezig zijn. Dus ook met de toekomst van je logistieke IT-systemen. Zorg dat dat goed embedded is in je organisatie. Maar ik hoor ook wel, kijk goed, maak een goed plan en kijk goed uit hoe je het als middel kunt inzetten. Dus heb je doelen scherp en zorg dat er in de organisatie een heldere lijn is. Je hoort eigenlijk de verschillende sprekers zeggen van het kan een Big Bang. De ander zegt niet een Big Bang, maar wat ze allebei zeggen is ik heb het wel overwogen gedaan. Ik heb er goed over nagedacht, het past bij mijn situatie, ik ken de consequenties. Dus ik hoor hier plan en overdenk het en ga ermee aan de slag. Dus dat lijkt mij een mooie call to action na dit webinar. Ik wil mijn gasten Jitske, Ron, Henry en Bert danken voor de aanwezigheid, voor het delen van jullie kennis en voor het delen van inspiratie. Namens de kijkers denk ik dat ze er echt wat aan hebben en dat ze ermee verder kunnen. Ik wil jullie thuis bedanken voor het kijken naar dit webinar. Heb je nog vragen, stel ze gewoon aan Evo Veenix, Transport en Logistiek Nederland, een beurtvaartadres. Schroom niet, wij zijn ervoor. We willen jullie graag verwijzen, klankborden of jullie vraag beantwoorden. Wil je dit webinar nog een keer nakijken? Ik kan me voorstellen dat het er diehard zijn. Of wil je het aanbevelen aan een vriend, een collega of een kennis? Dan kan dat. Vanmiddag is dit webinar beschikbaar op www.weekvandedigitalisering.nl. Op www.weekvandedigitalisering.nl staan ook de webinars die je de komende 4 dagen nog bij ons kunt volgen. Dus ik wil je van harte uitnodigen om dat ook te doen. Morgen is er bijvoorbeeld het webinar Waarde van ECMR. Hoe kan ECMR ondersteunen bij ketenoptimalisatie? Wat zijn er voor juridische voordelen aan ECMR? En wat vinden er voor ontwikkelingen plaats in de wereld van ECMR? Nou, ik denk zeer relevante thema's. Dus kom morgen alvast, sluit weer bij ons aan en volg het webinar. Voor nu, dank voor het kijken. Fijne werkdag nog en tot ziens.